Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Over het zuiden van het land trekt al bewolking en daar kan ook wat regen of motregen vallen. In het midden en noorden schijnt de zon nog flink, maar later vanochtend gaat ook daar vanuit het westen de bewolking verder toenemen. Vanmiddag schijnt daar nog soms wel even de zon en is het vrijwel droog in het zuiden, dus bewolking en ook nog steeds een beetje regen. Het is wel aan de warme kant 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Later vanmiddag en vanavond kan in het hele land een klein beetje regen of een enkele bui vallen. De bewolking overheerst op veel plaatsen en de Zuidwestenwind neemt nog wat verder toe, naar krachten die tot 5. Vannacht valt wat regen in het hele land. Morgen overdag trekt die regen geleidelijk naar het oosten toe weg en dan breekt de zon weer overal door. Het wordt 21 tot 25 graden, maar wel bij een vrij stevige Zuidwestenwind. Op woensdag is het overal droger, wordt het een graad of 22 of 23 bij een matige westelijke wind. Donderdag misschien een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droog. Vrij geregeld zon en een graad of 21. Vrijdag neemt de buienkans wel duidelijk toe. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond een graad of 20. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.